Hi. Het is dag voor kerst, het is buiten graad of 8 en de vogels zijn nog steeds broedvrij. Dus er is nog tijd om ook zaalzuur te behandelen, maar wacht niet te lang. En nu ik aan het kijken ben bij een van de vogels om te zien of ze broedvrij zijn, aan de hand van de thermometer, zie ik de temperaturen oplopen. Ik laat het je zien, ik verwissel even het beeld. Toen ik net ging kijken was het nog geen 13 graden. En dan zie je de temperatuur langzaam oplopen in een korte tijd. Dus ze zijn warmte aan het produceren. Kijk, het loopt hier op. Per 10e graad zie je hem oplopen. Ik denk dat ze in de tros aan het warmstoken zijn. Zoals ik al zei, buiten is het ruim 8 graden, 8,2 graden momenteel. En misschien als we even langer wachten, zie je dat ze bezig zijn om door middel van de spierbewegingen in de thorax, het borststuk. Dan kunnen ze de vleugels van los koppelen. En door te trillen met die spieren produceren ze warmte. En hup, daar gaat hij. Weer een 10e graad omhoog. Dat is echt gaaf om te zien, vind ik. Ik ga even kijken. En dan zie ik gewoon, terwijl ik aan het kijken ben, zag ik de temperatuur oplopen. Ik denk, hey, dat is leuk om even te delen met jullie. 15 graden. Kijk, per 2/10 gaat hij omhoog. Dan zie je dat ze gewoon binnen, buiten is weinig te zien. Af en toe zie ik wel een beetje rondvliegen, maar niet veel. En je ziet langzaam de temperaturen omhoog gaan. Even kijken of hij nog op wil lopen. Ja, daar gaat hij weer. Dus dan zie je dat ze echt zo'n warmtepiek aan het produceren zijn. Er is nog geen broed in het volk, maar je ziet dat ze toch de temperatuur af en toe opstoken. Dan laten ze het weer wat afkoelen. Opstoken, afkoelen. En zo overleven ze de winter. Nou, laten we even oplopen tot 16 graden. En dan wissel ik weer even van beeld, dat ik jullie weer aan kan kijken. Beetje ongezellig zo natuurlijk. Kijk, daar gaat hij, 16 graden. Nou, dat wilde ik even met jullie delen. Je zag de temperatuur langzaam oplopen. En nu ik met jullie praat, zie ik nog steeds de temperatuur oplopen. Het is inmiddels 16,5 graden opgelopen in het broednest. Of ja, broednest, in de tros moet ik zeggen, want er is natuurlijk geen broed op dit moment. Dus het is nog tijd om ook zaalzuur te behandelen. Wacht niet te lang. De kortste dag is geweest, dus langzamerhand worden de dagen langer. En de kans dat de koningin weer eitjes gaat leggen wordt met de dag groter. Zeker als het niet al te koud is zoals nu, ruim 8 graden nog steeds. De temperatuur loopt trouwens nog steeds op, dus momenteel 16,9 graden in de tros. En zo zullen die langzaam oplopen, denk ik, tot een graad of 20, misschien iets hoger nog. En dan langzaam afkoelen. En zo zie je dat die bij steeds met een warmtepiek de tros op temperatuur houden. Het blijft nu even op 16,9 staan, 17 graden inmiddels. Nou, het is gewoon leuk om te zien. Probeer het zelf een keer. Hang als je volgend jaar gaat inwinteren. Dus ruim op tijd even een thermometer in het bijenvolk. En dan kan je zien wanneer ze broedvrij zijn, dat ze die warmtepieken maken. En ook belangrijk wanneer de koningin weer eitjes gaat leggen en een broednest gaat vormen. En zo kan je beter inschatten, of eigenlijk precies bepalen, het moment wanneer je ook zaalzuur behandelt. Probeer het eens uit, het is leuk om te zien. Je krijgt wat meer informatie over je bijenvolk dan alleen maar kijken wat er gebeurt. Waardevolle informatie, omdat je dan het moment kan bepalen wanneer je ook zaalzuur het meest effectief kan toepassen. Nou, het loopt nog steeds op, wat langzamer momenteel. 17,1 graden nu. Nou, dit wil ik even met jullie delen. Vast fijne kerstdagen morgen en overmorgen. En tot snel. En bedankt voor het kijken. Doei!